Good morning, kiddos! Waar is papa? In Nederland. Nederland? Waar is papa Mali? In Nederland. Dat is papa in jouw kamer. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe video, nieuwe week. Ik dacht eerlijk gezegd dat deze week niet zo relaxed voor mij zou beginnen, maar het is vrijwel relaxed. Mijn verstandige school Mali, die heb ik, of tenminste die heb ik ingeschreven, maar ook ben ik aan het inschrijven voor een nieuwe nursery, waar ik heel blij mee ben. Maar ik weet niet of ze deze week kan beginnen, want ik moet nu de registration doen. En donderdag en vrijdag is Eid en dan is alles dicht, is een public holiday. Dus ik weet dan niet wanneer, mag ze dan woensdag beginnen, dan maandag weer, ik weet het niet. En anders moet ik, want ik zou maandag dan in Ethiopië zijn, anders moet ik maar dinsdag gaan vliegen. En ik wil wel bij de eerste dag aanwezig zijn en gewoon zorgen dat alles goed gaat. Maar dat is positief. Qua business veel dingen al afgehandeld. Vandaag is Nazrine weer. Zij heeft vandaag haar dochter meegenomen, want Mali is daar zo gek op. Zij vroeg echt, ik zei Nazrine komt. En toen zei ze, oh Selma ook. Dus ze had meer zin om Selma te zien dan Nazrine. Maar goed, Nazrine heeft ze meegenomen naar buiten naar het park. Volgens mij zijn ze lekker aan het hangen weer. Ouderwets, heerlijk voor hun. Voor haar, voor Mali vind ik het echt fantastisch. Dat is vandaag een beetje hoe de dag is begonnen. Qua planning, ja, ik wil heel veel doen en dat ga ik ook doen. Tot nu toe, het is... Ik moet Memphis weer ophalen. Oh, helemaal vergeten. Ik moet nu gaan. Oh, nee. Nou, het gaat goed hoor, daar niet van. Maar ik was even vergeten dat ik nu Memphis moet ophalen. Dus dat ga ik even doen. Ja, het is nu. Ja, oké. Okay. Doe ik even mijn slippers aan. Ga ik Memphis ophalen en dan gaan wij, ga ik weer verder. En dan gaan Mali en Memphis dus verder met Nazrine. Oh, wat goed dat ik even kijk nu toevallig zeg, anders zat ik hier leuk. Oké, ik moet gaan. It says third tooth. Mag ik cadeautjes kijken? Ja, maar die heb ik nog niet. Die moet ik eerst kopen. Moet je eerst werken? Ja, ik moet eerst werken. En dan ga ik cadeautjes kopen voor mijn VMA. Ga je opzij? Ja, heel veel auto's. Ja. Goed? Ja, heel veel auto's. Nu niet? Ja. Nee, nu heb ik nog niet. Ik moet eerst werken. En dan ga ik heel veel auto's kopen voor mijn VMA. En een pyjama met auto's erop. Oké. Okay. Nou, is weer weg. Oké, okay. Oh no. Gonna sleep together? Ja. Yeah. Oké, okay. Good night. Bye bye. Bye. Mali. Hey, kiddo. Hoe gaat ie? Het is goed. Mali's first day. Hier. Toch, Mali? Ja. Yeah. Are you ready? Yeah. Hmm? Are you ready? Let's go. Let's go. Wil je tas pakken? Zo, het is al inmiddels 4:30. Zo, ik klik nog een boer. En ik zat... Oh, trouwens, met Mali ging het echt hartstikke goed. Haar uniform blijkt ook nog lekker roze te zijn. Echt felle kleur roze, dus ze wilde het niet uitdoen. Op school zei ze ook gelijk, kleed me maar om, terwijl het niet hoefde. Ze was bezig met een activiteit toen ik haar ophaalde, dus ze was eigenlijk beledigd toen ik kwam.
Dus moest ik wachten totdat ze klaar was. En dus zij, heeft het, zij vond het goed, eerste dag. Morgen mag ze weer 2 uurtjes. Nadeel is alleen, ik moet Mem brengen, dan haar. 2 uur later haar ophalen, 1 uur later weer Mem. Dus 's ochtends is zo goed als niet bestaand, zeg maar. Voor mij, qua tijd voor mezelf of voor werk. Maar dat is prima. Voor de kinderen doen we dat. En ja, ik weet niet, de rest van de week, als het goed is, is donderdag eet. Dus suikerfeest, maar daar zijn ze nog niet over uit, want de Saoedi's hebben het nog niet duidelijk. Dus het is of donderdag, vrijdag of vrijdag en maandag. Dus 4 dagen, inclusief weekend. Dus we moeten even kijken. En anders gaat het maar tot woensdag of dan wel ja, tot donderdag, zeg maar. Spannend voor haar. Daarna Memphis opgehaald en nu zijn ze met Nazrin ergens. Ik heb geen idee waar. Hoef ik ook niet te weten. Ik vertrouw haar wel daarin. Dus die is de kids lekker aan het vermaken. Terwijl haar dochter ook hier is. Want Mari heeft haar gevraagd of ze haar dochter ook mee wilde nemen. Omdat ze die zo leuk vindt. Maar ja, nee, ik was dus net een verhaal aan het lezen van wat ik gisteren dus van mijn huisarts kreeg op Facebook. Mijn oude huisarts. Dit is de huisarts die toen ik met mijn moeder en mijn ouders gingen scheiden, ging mijn moeder ergens wonen. En dit was ons huisarts sinds toen, zeg maar. Ik heb het over, weet ik veel, als meisje. Ik was toen 4 of zo, 5. En sindsdien had ik die huisarts. Totdat ik op mezelf ging wonen. En zij stuurde me een bericht gisteren. Ja, als jullie het willen lezen, moet je even op pauze zetten. Ik weet niet of je, of die, ja, kijk dit. En ja, als ik het moet samenvatten, staat er gewoon, weet je, kleine meisje, nieuwsgierig, vrolijk, spreekkamer. Hij kwam binnenlopen, bla bla. Ik vertelde haar dat ik arts wilde worden toen. En ze heeft mijn verhaal een beetje gevolgd toen ik daarna naar Leiden ging. En dat ik nu een succesvolle zakenvrouw ben geworden met 2 kindjes, fijne man. En ze zegt gewoon, je kan heel trots zijn op jezelf. En dat ben ik ook. En dat vertel ik wel vaker aan mensen, dat je als klein meisje hebt leren kennen. En de omstandigheden waren niet zo positief. Maar jij, nou, tot het tot ik toch zo geëindigd ben. En dat kreeg ik gewoon spontaan gisteren van haar. Ik wist niet eens dat ik haar op Facebook had trouwens. Maar hoe bizar. En zoiets doet wel iets met je. Want dit is iemand die me echt van vroeger kent. En ik kan natuurlijk heel vaak zeggen. Nee, nee. Mijn omstandigheden waren slecht of niet zo goed. Maar zij weet waar ik echt vandaan kom. Zij heeft alles gevolgd en gezien. Dus het is best wel... ja, ik weet niet. Het heeft impact gemaakt, zeg maar. Maar goed, ja, de planning voor vanavond. Ik zou eigenlijk met Chan afspreken, die content creator, zeg maar. Maar helaas is hij later klaar van, of tenminste later klaar met werken. En we zouden Sri Lankees, want hij is uit Sri Lanka, zouden we Sri Lankees nieuwjaar vieren. Helaas gaat dat niet door, want hij is te laat klaar. En sowieso hou ik dat niet vol, zo laat. 1. En 2. Ik heb geen oppas. Dus het wordt weer lekker in bed vroeg duiken. En ik ben ook moe. Want ik werd om 4:50 wakker of zo vannacht. En sindsdien niet echt geslapen. Dus slaap is wel welkom. Dus dat is de planning voor vandaag in ieder geval. En ik heb dus jumpsuit aan van Mulu die overmorgen lanceert. Had ik voor de gelegenheid aangedaan. Het gaat dus niet door. Hier van mij? Ja. Wat ga je kijken? Ja, en de molen. Wat al? Jouw bed. Ja, jouw bed. Zie je dat? Wauw. Ga ik ook daarheen? Kun je ook daarheen? Ja? Ja. Dat is leuk, hè? Kast en zo. Ja. Heel lieve. Ja. En we gaan binnenkort wel weer hier naartoe, hè? Ja. Maar jij moet nu komen. Ja, ik kom weer terug. Kijk, en dan neem ik voor je mee. Ik heb een oogzaag. Ga je heel veel auto's kopen? 180. Ja, ik kan 100 auto's voor jou kopen. Sure, I will. No problem. Heel veel auto's voor jou. Ja. Yeah. Zo. Dat is leuk. Hallo,
Ik heb ook een Chromebook. Kijk maar. Een Chromebook? En ik heb fruit rolls gekocht, zie je dat? Heel veel fruit rolls. Heel veel. Ik wil ook Rufus in de party. Oké, what the heck. Dit is een nieuw iets voor mij. De deur stond dus open toen ik de kids naar school bracht. Want Gabby is gewoon thuis. En er zit nu een vogel hier in de woonkamer rond te fladderen. Nu achter de bank, verstopt. Hoe de hel krijg ik dit nou weer naar buiten? Zullen we het raam open moeten doen? En ik heb knallende koppijn, echt. Gabby? Can you come down one moment? For one second. Vogel, uiteindelijk, of niet wij, Gabby heeft hem letterlijk met haar blote hand gepakt, dat zou ik nooit doen, en zo uit het raam naar buiten laten gaan. Maar wat bizar, want Gabby zei nee, ik heb echt de deur dicht gedaan toen ik naar boven ging om schoon te maken. En toen ze beneden kwam, toen ik thuis kwam, was de deur gewoon op een kier open. Dus of er is een kat binnen geweest, denk ik dan, of I don't know wat anders de reden zou zijn. Maar goed, volgens haar buiten. Ik ga nu weer Mali ophalen, want vandaag heeft ze ook maar 2 uur. Ik heb wel docenten leren kennen en zo en alles. Ja, leuk. Mali had echt zoveel zin in. Dat ze bij de vorige zat ze niet, stond ze niet zo te springen. Dus nee, blij voor haar. Ik ben benieuwd hoe het vandaag ging. En dan komt straks Nazween. Die is weer met Mali en dan mag ik weer Mef ophalen. En ik heb echt hoofdpijn. En ik kan niet zomaar iets nemen nu, want ibuprofen mag niet door mijn operatie, door die maagverkleining. Dus ik mag geen NSAID's meer, dus ik mag alleen paracetamol, maar dat heb je hier niet. Of tenminste, ik weet niet waar dat qua stof, waar dat naar vertaalt, als je snapt wat ik bedoel. Oh, oren zijn dicht. Nee, ik moet dat even uitzoeken. Dus ik heb Remco gewoon gevraagd om paracetamol uit Nederland mee te nemen. Of ik moet gewoon even gaan slapen of zo. Dat kan ook. Community tijd. In South Africa we walk around to everybody in the neighborhood. Voor candy? Wat is dat, Mali? Dat is candy. Dat. Oké, openen. More candy! But that's for me! Oh, and what's for me? We have to share! Okay, this so this is for us then. It's for us. This is for you. Oh, okay, thank you. This will do later. Oh, that will do later. Toen ik Mef had opgehaald, dacht ik, eetje, ik ga even liggen. Ik heb zo'n hoofdpijn. En ik word gewoon 3,5 uur later wakker. En het huis is stil, het is leeg. En Zwien stuurde me een appje tot ze met z'n allen in het park zitten. Leuk voor hun. Gibby had lekker eten voor mij gemaakt. En Zwien had zelfs een snack voor mij gemaakt. Met dadels, koekjes en zo'n coconut stukjes, zeg maar. Kokosstukjes. Ik dacht, wauw, wat een luxe. Het is echt muisstil in huis. Er is niemand. Dus echt beter wakker worden bestaat ook niet. En dat is goed. Mijn huiswerk. Mijn huiswerk. Mijn hoofdpijn is weg. Ik voel me veel beter. Vanavond heb ik een lancering van 2 items. Dus die jumpsuit en die abaya in een andere kleur. En we hebben ook een nieuwe maat toegevoegd. Maat S. Voorheen deden we alles vanaf maat M of L. Nu hebben we ook maat S. En we hebben nog een nieuwe maat voering. En dat is Mulu Fine. En Mulu Fine is shorter, kleiner, zeg maar. 12,5, dus 5 inch. 12,5 centimeter
korter dan de gewone mulumaten, zeg maar. Dus een soort petit. Of niet soort, het is gewoon petit. Dus ja, echt super cool. Ik ben er gewoon blij mee. Dus we hebben twee nieuwe items, ook twee nieuwe maten eigenlijk, die we erbij lanceren. En ik ga gewoon even lekker genieten van de rust, jongens. Wat heerlijk, dit. Echt, beter wakker worden bestaat gewoon niet. Overigens, het is nu 9:30. Nog steeds op kantoor. Iedereen slaapt nu natuurlijk. Ik heb een meeting, maar de link doet het niet. Ik heb een meeting namelijk met... grappig dit. Ik vergeet mijn vitamine echt iedere dag te nemen de laatste tijd. Ik heb geen idee waarom. Maar goed, ik heb een meeting met een publicist. Ik zoek dus een nieuwe PR-dame. Ja, serieus. Die wat ik hier heb is goed hoor, maar ik vind haar een beetje standaard. Er zit gewoon niks bijzonders of qua pit zit er niks in, zeg maar. En ik moet echt veel meer hebben. Ik geloof niet dat PR, publieke dingen zeg maar, die over jou naar buiten komen, hoeft niet altijd alleen maar positief. Wat moet de anderen er nou mee? Weet je, je moet af en toe ook wel dingen zeggen wat choqueert, om het zo maar te zeggen. En daar begrijpt deze niet zo, of daar staat ze niet zo achter. Dus oké, okay, nou. Dus nu spreek ik iemand uit Amerika. Een publicist. Dat is meer daar bekend. Dus het is niet iemand die gewoon persberichten uitstuurt en that's it. Maar echt een publicist. Die dus echt je naam bewaakt, zeg maar. En groeit. Dus ja, ik heb haar gevraagd een nieuwe link te sturen. En ondertussen. Kijk dan. Is mijn abaya en mijn jumpsuit is live gegaan. Op mijn webshop. Kijk. Wat een mooie foto's, hè? Dit is de abaya. En iets verderop. Kijk, de jumpsuit. En jullie kunnen het gewoon zien op mijn webshop. Mulu.love eigenlijk. En dan, ja, slash shop. Maar je kan gewoon naar Mulu.love en dan zie je het. Maar ik ben er heel blij mee. En er is nu gewoon korting. Voor de eerste twee weken doe ik altijd als ze iets lanceert. Dus dan weten jullie dat. Kijk, kunnen jullie er nu... Kun je er nu nog van genieten? Maar goed, ja, ik heb natuurlijk 3 uur geslapen, dus ik heb nu geen slaap. Dus ik heb sushi besteld. Ik ga nog wat werk doen, meeting. Oh, Remco moet afsluiten uiteraard. Dus ik ga Remco nog bellen. Deze man belt mij gewoon even om te zeggen dat ik naar bed moet. Ja, het is hier in Nederland 8 uur. Ik ga eens even vitamine nemen in de tussentijd. Je herinnert mij aan mijn vitamine. Ja, precies. Het is 10 uur, ja, dus je vrouw ligt in bed, zit gewoon op kantoor. Ja. Ja, je moet rustig aan doen, maar je bent zwanger. Nee, maar je hebt toch ook nog niet afgesloten, dus had je kunnen weten op de woensdag. Ja, maar dan bel je, normaal bel je al vanuit bed. Oh ja, je moet nog, of je vergeet het en dan doe ik het morgenochtend, kan ook. Nou nee, dat is niet het geval. Nee, you didn't. Maar goed, je mag afsluiten, als je dat wil. Nou, nu ik toch in beeld ben. En ik heb sushi besteld. Ik heb mijn sushi nog niet gegeten. Je hebt sushi besteld? Ja. Oh. Van Sushi Art. Dat is normaal best duur. En heb ik je nooit verteld. Ja, sowieso was het een aanbieding. Maar los daarvan, met z'n tweeën vind ik het te duur. Vind ik het echt onzin dat je gewoon 100 euro moet betalen voor een paar sushi. Maar als je alleen bent, dan valt het mee. Plus ik had een deal. Dus dat is onderweg. Deze vrouw heeft altijd deals. Ja. Dat is wel mooi, ja. Ja. Altijd special deal. Zeker, ja. En dan maak je mij belachelijk als ik de bonusaanbiedingen bij Albert Heijn. Hè, dus als je 2 voor de prijs van, of 3 voor de prijs ja, maar dat gaat meer om dat je hebt het dan niet nodig. Ik heb 1 pot van iets nodig en dan moet ik er 3 kopen omdat het mijn aanbieding is. Ja, dat vind ik raar. Ik ben zelf nog zoveel goedkoper. Maar dan maak je mij altijd min of meer belachelijk, hè, tot in extreme. En dit doe jij wel met deals, terwijl er natuurlijk nergens op slaat. Dit slaat wel ergens op. Dit is wat ik nodig heb en dat betaal ik ervoor. Ik koop niet meer dan nodig omdat het maar een deal is. Maar goed. Ja, altijd deal. Anyway. Hoe staan we met jou? Ja, in Nederland gaat prima met mij. Het is mooi weer vandaag. Een beetje harde wind. Ja. Maar wel redelijk weer. Volgens mij gaat het morgen weer regenen. Ja, dus het gaat goed. Ik heb alweer ingecheckt voor mijn flight terug. Ik vlieg op vrijdag weer terug naar Dubai. Morgen moet ik nog de hele dag naar kantoor. Dan doe ik morgen. Je hebt een volle koffer met allemaal spullen die je moest meenemen van mij. Ja, vol, maar hij is gewoon. Ik kan niet alles meenemen, hij is gewoon echt te vol gewoon. Ja.
Ja. We hebben ontdekt dat allerlei dingen in de bonusaanbieding zijn bij Albert. Ja, dat dacht ik al. Over 2 weken vlieg je weer terug, dus dan mag je alles... 3 weken. Ik vlieg 8 mei weer terug. Nou. Ja. Maar sommige dingen zijn hier gewoon echt... zijn in Dubai gewoon dingetjes zo duur, hè? Ja. Dat is echt bizar. Dus dat kun je dan beter gewoon hier meenemen als ik hier toch ben. Dus. Alleen nou is die koffer wel heel vol. Dus ik moet wel even checken of dat kan. Anyway. Dus ik heb nog 1 dag hier morgen. En dan vlieg ik vrijdagmiddag weer terug naar Dubai. En dan kruip ik in de nacht van vrijdag op zaterdag weer bij jou in bed. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Ja, prachtig toch? Ja. Terwijl het feest is in... ja, het is Eid. Ik zal het in de volgende video wel even uitleggen. Het is Ramadan, Eid. En ik bedacht me ook, ik had vandaag de resultaten van mijn niptest en bloeduitslag wilde ik ook bespreken. Terwijl ik had het gevoel dat ik eigenlijk deze week niet zo heel veel gedeeld had. Maar goed, het is nu laat en ik doe het wel in de volgende video. Je gaat niks vertellen over de uitslag van de niptest en het bloedonderzoek. Ja, het was goed, maar ik denk ik wil gewoon even wat uit... Ja, tot zover de cliffhanger. Wat denk jij dat die uitslag was? Nee, maar er was eentje had ik te veel van, een van die waardes. Maar dan moet ik het bijpakken. Oh, ja, en we praten al bijna 4 minuten, dus ik wil graag afsluiten. En zo meteen richting mijn sushi gaan. Heb je sushi al dan? Nee, maar het is onderweg. En oh, kijk, mijn batterij, toen we begonnen met praten, was het 15%, nu inmiddels 12%, dus, hè? Ja, je moet die camera eens opladen als ik ga praten. Heb je nagels al gedaan, of ben je dat nog genoeg van de week? Nee, ik ga vrijdag. Vrijdag, nice, oké. Maar, ik had eigenlijk mijn verhaal al verteld, hè, wat ik gedaan had. Ik moet morgen nog dan moet je afsluiten, doen. Ja, het blijft moeilijk, hè? Ja, nee, maar dat heb ik toch net gedaan. En dan kom ik weer terug naar Dubai. Ja. Dus mijn volgende afsluiting is weer in Dubai. Yes. So, thanks for watching. Stay tuned. Tot de volgende keer. Dag. Nou, fantastisch. Ja. Remco Koerman. Ja, wederom weer spectaculair gedaan. Zeker weten. That's me. Kijk, mijn sushi filmen. Ja. Best veel sausjes en dingetjes. Ja. Oh, what's that? Cold pack. Oh, ze doen daar zo'n freeze pack in.